geachte voorzitter, college, raadsleden en aanwezigen op de tribune. Het zijn roerige tijden waar samenwerking een essentiële rol speelt om de financiën van Tiel op orde te houden. De participatiemaatschappij is in gang gezet. Jeugdzorg en WMO blijven ook in de toekomst belangrijke aandachtspunten voor het welzijn van onze inwoners. De cijfers uit Den Haag voor het komende jaar zijn helaas niet positief. Voor ProTiel blijven er ook dan zorgen over de positie van ons weerstandsvermogen. Die risico's in de grondexploitatie mogen nu dan wel relatief laag zijn, maar verbeteringen blijven achter bij de gewenste verwachtingen. ProTiel is tevreden met de aanpak van de zogenaamde high impact crimes. De nieuwe wijkagenten zijn na een lange wachtperiode gelukkig eindelijk gestart en hun aanwezigheid in de wijk is goed te merken. Voor ProTiel blijft het afmaken van de rondweg Passewaaij belangrijk. Het verdient zeker de aandacht van raad en college om te komen tot goede oplossingen. In geval van een calamiteit hebben de inwoners dan tenminste meerdere mogelijkheden om de wijk te verlaten. In het sociaal domein speelt momenteel erg veel. De transitie is inmiddels achter de rug, maar we zitten nog midden in de nieuwe uitvoeringsfase. Dit vraagt veel van de ambtelijke medewerkers en betrokken instellingen. Maar ook van mensen die gebruik maken van wat voor vorm van hulpverlening dan ook. ProTiel is en blijft van mening dat mensen die hulp nodig hebben, ongeacht op welk gebied, nooit de dupe mogen worden van bezuinigingen. Uiteraard begrijpen wij dat de budgetten afnemen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om ondersteuning te bieden. Als mensen vanuit hun eigen omgeving onvoldoende hulp ontvangen. Helaas moeten wij constateren dat de mobiele jobs nauwelijks gebruikt worden door overlastgevende jongeren. Wel zijn we blij om te zien dat de overige jeugd ze wel gebruiken. De jeugd is onze toekomst. Zij verdienen onze aandacht in alle opzichten. Voor scholing, werk en zeker ook voor ontspanning. Het gekozen jaarthema 2016 jongeren juichen wij dan ook van harte toe. In 2006 heeft de toenmalige raad, met ProTiel als enige tegenstander, helaas besloten het jeugdhonk aan de Papensteeg te sluiten. Dit is nog steeds merkbaar in de samenleving. Met name overlastgevende hangjeugd zorgt voor problemen op diverse plekken in de stad. Deze jongeren zoeken een weg naar een jongerensoos. Het is dan toch ook triest dat er bijna 9 jaar later nog steeds geen oplossing is gevonden. Laat de gemeente in samenwerking met jongeren, welzijnswerk, wijkagenten, onderwijs, jeugdzorg en veiligheidshuis op zoek gaan naar mogelijkheden voor invulling in bijvoorbeeld het gebouw van Twente toe. Dit gebouw is overdag nauwelijks in gebruik. Medio 2017 komt Twente toe naar verwachting zelfs volledig leeg te staan. ProTiel ziet het als een gemiste kans wanneer we deze vrijkomende locatie niet bedutten voor het doel waar deze voor gebouwd is. Naast een ontmoetingsfunctie voor jongeren zijn er vast ook meerdere instanties met, door en voor jongeren onder te brengen. Citaat: zoveel mogelijk Tielenaren laten bewegen en voldoende faciliteiten bieden voor een actieve levensstijl. Einde citaat. Een mooie doelstelling uit de begroting voor 2016. Hiervoor is wel een gezond sportklimaat nodig. De focus zal komen te liggen op beheer en exploitatie van binnensportaccommodaties. Overdracht aan verenigingen is daarbij het uitgangspunt. ProTiel vraagt zich af of dit door de huidige sportverenigingen realiseerbaar is. Belang van kleine verenigingen dient gewaarborgd te worden. De uitwerking van het buitensportaccommodatiebeleid is in gang gezet. Inmiddels zijn de bestaande contracten ontbonden. Onduidelijk is of de verenigingen wel alle consequenties onderkennen. Hier moet men alert op zijn en wellicht extra onder de aandacht brengen. Onder gezond sportklimaat verstaan wij ook de sportverenigingen zich voldoende kunnen ontplooien. Wij willen daarom een land spreken voor Wadenooijen om een kunstgrasveld aan te leggen.
Deze vereniging kan de aanwas van onder andere de jeugd uit Passewaaij niet meer aan. Proptiel vindt dat VV Wadenoijen een bindende factor is in het dorpsleven van Wadenoijen en derhalve haar positie als sportclub ontstijgt. Het bestuur van deze vereniging is van mening dat door zelfwerkzaamheid, scherpe inkoop, aanbesteding en hergebruik van bestaande voorzieningen de realisatie voor een veel lager bedrag kan dan door de gemeente Tiel is berekend. Laten we aan de slag gaan en ook voor voetbalvereniging Wadenoijen mogelijkheden zoeken voor de realisatie van een kunstgrasveld. Samen met ChristenUnie, PvdA, Sociaal Tiel en GroenLinks is dan ook een motie ingediend voor de speelcapaciteit van VV Wadenoijen. Zo inderdaad, in het amendement, ja. Zelfde instinker. We zijn op de goede weg met het inhaalprogramma voor achterstallig wegenonderhoud, maar er blijven nog steeds knelpunten. Protiel is van mening dat meer aandacht besteed moet worden aan onderhoud en verbetering van fietspaden, vooral aan de boomwortelproblematiek. Goede en snelle verbindingen brengen de automobilist er eerder toe de fiets te pakken voor lokaal vervoer. Dit heeft een positief effect voor het milieu en bevordert een actieve levensstijl. Ook gebruikers van scootmobiels willen zich op een goede en veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Zij kunnen daardoor mede hun sociale contacten ook op oudere leeftijd onderhouden en langer zelfstandig blijven wonen. Excuus. De lobby voor behoud van de directe spoorlijn Tiel-Arnhem blijft belangrijk en zou wat Protiel betreft meer aandacht vanuit het college en de regio Rivierenland verdienen. Laat de mogelijke wijziging van de dienstregeling 2017 geen onaangename verrassing voor ons zijn. De behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen is nog steeds groot in Tiel. De woningbouwprogrammering is in 2010 teruggebracht tot verdriet van Protiel. Het verdient veel aandacht om juist de komende jaren de uitdaging aan te gaan en te blijven zoeken naar mogelijkheden, zoals kleine nieuwbouwprojecten, renovaties en bevordering van de doorstroming. Ook het in beeld brengen van mogelijke beleggers kan een bijdrage leveren op de realisatie van betaalbare woningen. We zijn benieuwd of het nog te verwachten woningbehoefteonderzoek zal leiden tot nieuwe afspraken met de provincie voor het woningbouwprogramma. Een aantrekkelijke stad waar iedereen kan meedoen is zeker geen eenvoudige opgave in deze financieel zware tijden. Laten we extra aandacht geven aan de lelijke en lege plekken in de binnenstad. Zo komt graffiti helaas nog steeds voor op plaatsen waar dit niet gewenst is. De wijkagenten maken ook veel werk van het opsporen van de daders, maar ook het verwijderen van de graffiti vergt veel inspanning. Bevorder het sneller weghalen, niet alleen op gemeente-eigendommen, maar ook op andere objecten. Tiel is een mooie stad aan de Waal. Een binnenstad met veel voorzieningen. Jachthaven, parkeren aan de Waal, een net opgeknapte veerstoep met de nieuwe veermond Pomona en bouwhekken rond de vervallen kademuur naast de haven als noodzaak om ongevallen te voorkomen. Het zal niet eenvoudig zijn om hier snel wat aan te doen, maar laten we eens een start maken door de raad inzicht te geven in de benodigde financiën. We willen dan ook een motie voor het herstel van de kamermuur indienen, samen met het CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD en GroenLinks. In Tiel hebben we een breed scala aan onderwijsmogelijkheden, maar helaas ontberen we nog een hbo-opleiding. Een dergelijke opleiding zou een positief effect hebben op onder andere werkgelegenheid in de regio. Er komt in een nabije toekomst aanpassing in de huisvesting voor het Lingen College. Protiel ziet het belang hiervan zeker in. Wel willen wij nogmaals benadrukken dat het imagoprobleem van het Lingen College niet alleen met stenen opgelost kan worden, maar dat er veel meer nodig is. Wij zien het vrijgekomen budget voor de verbouwing dan ook als een startpunt voor de school om meerdere zaken aan te passen.
Een andere zorg die we hebben binnen het onderwijs is het passend onderwijs. In de landelijke media is veel te horen over leerkrachten die het niet aankunnen. Hoewel de klassen groot zien, dienen zij ook een plaats te bieden aan kinderen met bijzondere behoeften. Hier kan niet altijd aan worden voldaan. Begrijpelijk, maar een kwalijke zaak. Hier geldt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van bezuinigingsoperaties. Tiel is een centrum in de regio en we willen graag een sterke positie. Samenwerking met andere regiogemeenten op diverse gebieden is de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Goede onderlinge contacten met andere gemeenten zijn dan ook van cruciaal belang. Laten we hierbij vooral niet uit het oog verliezen dat het geven en nemen is voor een optimale samenwerking. Alleen dan kunnen we in de toekomst onze positie uitbouwen. Voorzitter, als laatste een opmerking. ProTiel ziet met het ledenoog aan dat de werkdruk van het ambtelijk apparaat gebukt gaat zijn weerslag heeft op het rijlen en zeilen in de gemeente. Niet alleen zien wij in de raad dat er steeds meer onderwerpen uitgesteld worden, maar wij denken dat dit ook consequenties heeft ten aanzien van de dienstverlening van de inwoners van Tiel. Ook komen er steeds meer signalen op ons af dat het zijn terugslag heeft op de inzetbaarheid van de ambtenaren. We willen er met klem op aandringen dat hier met prioriteit aandacht aan geschonken wordt.